Hallo, ik ben Wolter Kroes en ik ben vriend van Kinderen met MS. Ik wil u hartelijk welkom heten in het Nationaal Kinder-MS Centrum Erasmus MC Sophia. Gaat u met me mee? Tegenover mij zit professor Dr. Rogier Hinsen. U bent hoofd van de afdeling MS. Er is een jongere website gekomen, althans een website voor kinderen met MS. Waarom is die website opgericht en wat is het belang daarvan? Wij vonden dat die website hard nodig was omdat er heel weinig goede informatie was over de ziekte MS bij kinderen. Goede informatie over de achtergronden van de ziekte, over waar het vandaan komt, maar ook over wat er gebeurt in een ziekenhuis als je als patiënt verdacht wordt van MS. Nou, is er een relatie tussen de Vriendenloterij en MS Research? Wat houdt die relatie in? MS staat stevig op de agenda van de Vriendenloterij. En de Vriendenloterij geeft ieder jaar een flink bedrag aan MS Research voor MS-onderzoek. En daarnaast mag er ieder jaar ook een extra project ingediend worden met een partner. Fantastisch. Ja. Ik zit hier met Iris, Pieter en Mickey achter een beeldscherm. Pieter, jij weet hier heel veel vanaf. Ja, ik heb er 3 dagen voor gestudeerd. Wat is dit? En dit is de Kinder-MS-centrum site. Nou, het ziet er mooi uit. Dus als je onzekerheid hebt over MS, wat houdt het in als kind? Wat moet je ermee? Hoe moet je ermee omgaan? Hoe gaat het in zo'n ziekenhuis met je omgeving? Kun je gewoon naar de website van dit ziekenhuis toe gaan? Wanneer er wordt gedacht aan de ziekte MS, wordt er een MRI gemaakt. De artsen zullen de plaatjes van de MRI-scan bekijken om de diagnose MS te kunnen stellen. De witte plekjes, zoals je deze hier ziet, noemen we lesies. Dit zijn ontstekingen van de witte stof in de hersenen. Dit betekent dat het beschermlaagje om de zenuw heen beschadigd is. In het Kinder-MS-centrum werken er verschillende specialisten in een team. De begeleiding en behandeling vindt plaats door de kinderneuroloog en de verpleegkundig consulent Kinder-MS. Op de polykliniek zal de kinderneuroloog bespreken hoe het met je gaat en je neurologisch onderzoeken door middel van testjes. Indien je de diagnose MS gekregen hebt, wordt er vaak geadviseerd te starten met medicijnen om de ontstekingen af te remmen. Deze medicijnen kun je helaas niet slikken, maar moeten door middel van injecties worden toegediend. De kinder-MS-verpleegkundige begeleidt, ondersteunt en geeft informatie, zoals bijvoorbeeld bij de keuze in behandeling, onder andere een prikinstructie, en in het maken van een keuze voor het starten met medicijnen. Kinderen met MS kunnen problemen ondervinden in het onderwijs. De consulent onderwijs ondersteunt zieke leerlingen en helpt hierin. Naast lesgeven in het ziekenhuis geeft hij advies en tips hoe school om kan gaan met een zieke leerling. De consulent formuleert praktische adviezen en neemt contact op met school. Door MS kunnen er cognitieve problemen ontstaan. Dit zijn problemen in je denkvermogen, zoals bijvoorbeeld problemen in je concentratie en aandacht. De neuropsycholoog test de werking van de hersenen door middel van taakjes en spelletjes. Zo kan zij zien of je bijvoorbeeld sneller moe wordt of meer moeite hebt met onthouden. Ook geeft de neuropsycholoog aanwijzingen hoe jij en jouw ouders met deze problemen om kunnen gaan en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Kinderen met MS kunnen problemen ondervinden bij bewegen, door bijvoorbeeld verminderde coördinatie, verminderde kracht en gevoelstoornissen. De kinderfysiotherapeut onderzoekt of er problemen zijn in het bewegen. Zij kijkt naar de fijne motoriek, de grove motoriek en de conditie. Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan contact op met de MS-verpleegkundige.